In Jurres date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel komen vanuit onze Instagram community. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Robin. Hij gebruikt anabolen. Leg day of chest day? Leg day. Hoog of laag libido? Hoog. Shirt aan of shirt uit? Shirt uit. Bluff. Nee. Proteïne of creatine? Proteïne. Uiterlijk of gezondheid? Uiterlijk. Ja, want leg dit echt alsjeblieft in kleutertaal uit, want ja. Ik heb nog nooit hiervan gehoord. Hoe werken anabolen? Anabolen hebben verschillende soorten werkingen. Maar wat het eigenlijk voornaamste doet, en je hebt een Janneke-taal, het zet je lichaam meer open voor voedingsstoffen. Als zijnde van ik herstel sneller, ik word sneller groot en ik word sneller sterk. Dus jouw training gaat 5 sprongen vooruit in plaats van 2 sprongen vooruit. Je hebt verschillende anabolen. De ene zorgt dat je wat meer gaat groeien in je massa. En de andere zorgt dat je weer wat droger wordt. Dat zijn eigenlijk de 2 meest gebruikte. Hè? Dus volume opbouwen en de andere is vet verbranden. Dat zijn een beetje de meest gebruikte en korte, makkelijk samengevat. En in wat voor soort middelen kan je dat dan dus tot je nemen? Je hebt pillen en spuiten? Ja, pillen en spuiten. Ja, die 2 zijn eigenlijk de meest gebruikte, ja. En wat doe jij dan dus? Ik heb altijd, meestal doe ik altijd spuiten. Ik doe eigenlijk nooit pillen. En hoe gaat het spuiten dan? Spuiten kan op meerdere manieren. Het ligt aan of je een kortwerkende of langwerkende anabool hebt. Sommige moet je om de dag zetten, sommige zet je 1 keer in de week of 2 keer in de week. Ligt een beetje aan wat het middel is en wat je wil natuurlijk. Soms zet je een bovenbeen of een schouder, maar ik heb altijd mijn billen gedaan. Eén is het voor mij het meeste vet, dus dat was voor mij wel, ja, minder pijnlijk en was gewoon relaxter. En 2, ik weet niet, mijn benen, dan zie ik het zo goed of zo. Dat vind ik dan kut. Dus dat krijg je, oh, je ziet het zelf goed. Ja, dan zie je zelf die, dat ding erin rammen. Dan doe je het lekker. Gewoon zo. Ja. En dan zit hij in beeld. Ja. Waarom ben je begonnen met anabolen? Ik ben begonnen met anabolen omdat ik, vroeger was ik best onzeker. En dat ging eigenlijk in de levenscategorie toen ik 18 was. Toen ging ik voor het eerst naar festivals toe. En zag ik allemaal mooie meisjes, de Barbies. En daar stond altijd 1 groep jongens bij. Dat waren altijd die grote gespierde anabolen jongens. En op dat moment keek ik daar zo tegenop dat ik juist dacht, nou, zo wil ik ook zijn. Gewoon die stonden daar, weet je wel. En, het zelfvertrouwen misschien. Ja, ook. En je zag gewoon dat, ja, die vrouw vond het aantrekkelijk bij die mannen. Ja, dat waren de vrouwen op wie ik viel op dat moment. Dus ik had van, nou, zo wil ik ook zijn. En zo ben ik eigenlijk voor de eerste keer over nagedacht om te gaan doen. Toen je zo die mannen zag, dacht je wel gelijk van, hier zitten anabolen achter? Ja, en ik ben wel inderdaad begonnen met sporten. Het was wel na het eerst dat ik dacht, ga sporten. Toen merkte je inderdaad van, hé, maar het gaat wel iets sneller dan ik. Dus waar ligt dat aan? En toen ging je een beetje kijken, dus hè, van, nou, hoe en wat word jij zo groot? En ga je natuurlijk vragen stellen. En op een gegeven moment krijg je bepaalde woorden, zoals winstrol, anabolen, testosteron. En ga je denken, oh, oké, een keertje thuis opzoeken. En op een gegeven moment, 1+1=2, denk je, oh, maar ja, dit zijn zijn resultaten. Dit zijn mijn resultaten, wat wil ik bereiken? Ja, en op die leeftijd heb je zoiets van, nou, ik wil dat snel bereiken. Ik wil snel ook net zo groot zijn. Ik ben toen eerst zelf gaan sporten 2 jaar lang. Ik heb toen nooit iets gebruikt. En pas 2 of 3 ben ik voor de eerste keer gaan gebruiken. Ja, je neemt die pillen in en na 1 of 2, 3 merk je de eerste veranderingen. Dan merk je wat sterker, je wordt wat fitter, je spier wordt iets groter, je ader wordt wat groter. En dat gaat nog meer motiveren om te trainen natuurlijk. Want je ziet verandering, denk, oh, ik ben goed bezig en ik kom meer en meer. En dan ga je nog beter sporten en uiteindelijk ga je groeien. En ben je klaar met groeien, met je kuur klaar bent. En dan denk je, dit wil ik vasthouden. Ja, dan krijg je die dip omdat de kuur klaar is, zak je weer een beetje in. En dan krijg je weer heel snel die gevoelens in je hoofd van, hè, oh kloot, ik ben aan het afvallen. Ik ben niet zo groot en strak als eerst. Ik wil weer beginnen, want ik wil weer op dat niveau of zelfs er voorbij. Maar hoeveel kuren heb jij nu al gedaan, denk je? In totaal alles? 1 keer winstrol. En ik denk 3 of 4 kuren met spuit. Oké. Zoiets. En over een tijdsbestek van? Ik ben nu 25 en ik ben begonnen op mijn 2021, zoiets. Dus ja, laat zeggen ieder jaar eentje. Dan klopt het ongeveer wel. Wat zeg, bij die eerste keer dat je er dus aan begon, dat was na 2 jaar sporten. Mm-hmm. Ging het dan niet snel genoeg? Ja, ik was wel echt onzeker over mijn lichaam en zo. Maar het was ook vaak, dat zullen veel jongens ook herkennen. De festivals komen eraan en je ziet iedereen in shape komen. Je denkt, maar ik wil ook in shape komen, ik wil ook groot zijn, ik wil ook goed uitzien voor de festivals. Hè. En dan ga je naartoe werken en dat gaat het natuurlijk snel als je er iets bij pakt. Dus dat zal iedereen die dit ziet ook herkennen, die een beetje in mijn wereld zit, die herkent. Festivals komen eraan, oké, dit ga ik bestellen en ik ga beginnen. En je dieet ga je aanpassen, je gaat je sport aanpassen, je gaat cardio erbij doen. Ja. En dat, ja, misschien ook daarom een beetje. Hè. Je hebt een soort tijdsdruk. Ja, deze was natuurlijk te verwachten. Zijn je penis of ballen gekrompen door het gebruik? Dat is deels een fabel, deels niet. Je penis gaat niet krimpen.
die blijft precies hetzelfde. Maar je ballen kunnen wel krimpen. Ja? En dat ligt er puur aan. Normaal gesproken maakt je lichaam van zichzelf testosteron aan. En als jij dat kunstmatig inbrengt, denk je lichaam, oh, ik heb al genoeg, het is niet nodig. Dus dat stukje stopt tijdelijk in je lichaam. Dat blijft is jouw gewoon... zak ook echt kleiner geworden? Ik denk na al die jaren misschien wel een beetje, maar... Ik heb niet benoemenswaardig groot. Nee, het is niet dat ik dan denk, ik heb daar last van of zo. Ik zou kunnen ook niet eens gekompens, hè, maar ik weet oprecht niet. Ja. Maar ik heb echt vrouwen gezien die een soort van bodybuilders zijn. Ja, ik heb een die hebben echt een pikkie. Ja, die krijgen een dopechtje. Als een vrouw gaat kuren en testosteron gaat omhoog, bredere kaken, kan baardgroei ontstaan, zwaardere stem, clitoris kan groter worden. En mijn man kan bosvorming krijgen. Maar is dat heel erg? Want je wilt toch ook dat je tieten groter wordt? Ja, maar het wordt tepelvorming, hè? Dus melk. Oh. Melkproductie kun je krijgen. Of zijn er mensen die erectieproblemen krijgen? Heb jij dat wel eens gemerkt bij jezelf? Of ik erectieproblemen heb gekregen? Ik nooit. Nee, gelukkig niet. Nee, dat zijn niet de leuke bijwerkingen, maar goed, alles heeft voor- en nadelen. Heb jij last van fysieke bijwerkingen? Ik heb vroeger een hele slechte huid gehad. En dat heeft het anabole gebruik wel erger gemaakt, ja. Momenteel kuur ik nou niet. Dus mijn huid is nu best wel oké. Kan ik last van hebben? Kut. Ja, dat is gewoon nadeel. Dat schaam ik me ook voor. Dat vind ik een van de kutste redenen. Dat is een van de kutste dingen wat ik aan kuren vind. Is gewoon die slechte rug bij mij vooral. Mijn gezicht valt er mee. Maar het is echt in mijn rug, dan kan ik wel acne krijgen, ja. Hoe zwaar weeg jij aan die fysieke nadelen? Ja, ik denk dat je wel een beetje moet kijken, nou, wat doe ik dan niet? Bijvoorbeeld, ik drink bijna nooit. Ik rook niet. Ik heb wel eens wat gedaan op een feestje, maar goed, dat is ook verleden tijd nou. Dus je zegt eigenlijk van, ik leef zo gezond naast de kuren. Of het algemeen wel. Zodat je het, ja. Zodat het hoopt, maar ja, hoe ongezond... Compenseert een beetje. Hoe ongezond is het dan, denk je nog, wat je doet? Het is gewoon niet gezond, nee, zeker niet. Hoe ongezond is het? Op schaal van 1 tot 10. Ligt natuurlijk weer aan de duur en wat je pakt, maar ik denk wel een 7. Maar vind je dat niet heftig? Je leeft dus heel gezond en dat je gewoon een 7, zeg maar, in je lichaam spuit? Ja en nee. Kijk, ik haal ook heel veel plezier uit, hè. Dus ik heb wel die afweging van mezelf gemaakt, maar ik weet wat het met me doet. Ik laat bepaalde dingen laken voor. Ik rook niet, ik drink niet wat ik al zei. Dus dat maakt die 7 misschien wel een beetje een 6. En voor de rest heb ik er wel veel plezier van. Hè? Dus dat maakt voor mijzelf wel een beetje goed weer. Om iemand hier te krijgen die hier open over praat, dat was een hele uitdaging. Ja, toch wel? Ja, had je dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Ik ben er zelf altijd heel open in geweest, maar er zijn genoeg jongens die zich daarvoor schamen inderdaad. Maar waarom is dit zo'n taboe ding in een wereld waarin mensen best wel veel shit aan zich laten doen? Toch een beetje dat het vals spelen is. Voelt het voor jou ook als vals spelen? Voor mij voelt het niet als vals spelen, maar ik snap wel dat mensen zo zien. Ja, want ik doe iets wat een ander niet doet, waardoor ik sneller mijn resultaat bereik. Nou ja, en je doet iets wat niet uit je eigen lichaam komt. Klopt, ja. Dus daarin is het deels vals spelen, ja, zeker. Het voelt mij niet als vals spelen, maar het is wel vals spelen, ja. Verandert je gedrag tijdens het gebruik van anabolen? Kan zeker, bij veel mensen wel. Ja, het stukje meer zelfvertrouwen. Ook doordat je testosteron omhoog gaat en je oestrogeen. Je emoties kunnen meer in balans raken. Je ziet dat mensen onrustiger worden vaak. Maar het versterkt vooral jouw eigen karakter. En soms in het negatieve, soms in het positieve. Bij mij was het vooral het stukje zelfvertrouwen, wat ik wat meer kreeg. Maar dat is leuk, toch? Of dat word je ook een soort leuk, van ja. Lul? Nee, gelukkig niet. Ik heb wel een paar jongens die het wel hebben hoor. Vrienden van mij die deden dan continu, kijk mij, kijk mij, kijk mij. Dat was op een gegeven moment wel echt irritant. En hoe merk je dat het verandert bij jou? En omdat je testosteronwaarde stijgt en alles, dan krijg je meer libido. Hè? Dus je hebt vaker zin in seks. Hoe wil je dan 3 keer op een dag neuken of zo? Minimaal. Maar en hoe gaat meisje. De ander daar dan mee? Ja. Ja, je moet wel natuurlijk een partner hebben die dat zelf ook fijn en leuk vindt. En niet voelt als moeten. Maar en heb je wel eens gemerkt dan dat een chick zegt van, zo enthousiast ben ik nou ook weer niet. Ja, nou even met rust, ja, jawel. Maar hij heeft steeds een rechterhand, hè, dus... Oh ja, dan wordt het dan even feest gevierd in de wc. Bijvoorbeeld, ja. En is het dan nog een verschil geestelijk als je het gebruikt en wanneer je het niet gebruikt? Ik ben wel wat depressiever, ja. Ja. Depressief is ook wel een... ja, dat kut, je kiest ja. Voor dat woord, dat ja. Is dus, dan is het wel depressief is best wel kut. Ja, ja het was wel echt om me echt kloot te voelen soms, hoor. Zeker. En dat is denk ik het stukje wat verslaafd kan zijn voor mensen, hè. Van, je wilt je goed blijven voelen. Ja, je wilt je en goed blijven voelen en je wilt groot blijven. En wanneer je depressief wordt en je wordt ook nog eens kleiner, dan denk je, kut, ik ga nog harder achteruit. Hè? Dus dat werkt op elkaar in. Lijkt me emotioneel ook wel echt heel moeilijk. Want je zit in zo'n up
Ja. En ineens echt zo bam, rock bottom. Ja, precies. En dat kan voor velen wel echt killing zijn, zeker. En dat is echt, wat ik ook meegeef als mensen als waarschuwing, weet dat het daar komt en niet door jou als persoon of zijnde. Dus weet dat het ook iets tijdelijks is, vaak tijdelijk is. Denk je dat je ooit helemaal zou stoppen met anabolen? Ja. Is geen tussenstop, maar nee, gewoon nee, helemaal zeker, ja. Als je een bepaalde leeftijd bereikt, hè, dan is het ook misschien wel minder interessant ook. En heb je straks een gezinnetje. Maar zak je dan niet echt als een soort van pudding in elkaar? Nee, dat is altijd blijven sporten. Want wat gebeurt er eigenlijk een beetje met je spiermassa als je dus geen anabolen gebruikt? Je hebt altijd een verlies, altijd. Als je stopt met kuren heb je altijd een klein verlies van een x-aantal percentage. Maar dan word je dus dunner of gaan je spieren meer hangen? Kan beide. Ligt ook een beetje aan de leeftijd, hè. Kijk, als je ouder wordt gaat automatisch je huid en alles wat meer hangen. Je spieren worden sowieso wat minder sterk en hè, we verliezen een beetje de volume erin. Maar ja, het is echt afhankelijk van hoe je er zelf mee omgaat. En zou iedereen gewoon anabolen kunnen doen? Absoluut niet, nee. No way. Als iemand psychiatrische klachten heeft, last van psychose heeft, zware depressies, borderline, iemand die agressief is of een verslaafde is, hè, in drugs of alcohol of seksverslaafde, dan absoluut niet doen. Doe het voor jezelf niet, doe het ook niet voor je omgeving niet, want dat gaat echt mensen kapot maken. En hoe kijk je dan bijvoorbeeld nu naar jezelf? Want eerder keek je naar die brede jongens. Nou, nu ben je het zelf, heb je een chickie. Nu kijk ik wel met trots naar mezelf, maar niet omdat ik zo groot ben geworden. Ik kijk nu met trots naar mezelf wat ik heb bereikt in mijn leven, ondanks mijn tegenslagen die ik heb gehad. Hoe ik mentaal in elkaar zit nu momenteel. Hoe ik kijk naar mijn karakter, ben hartstikke blij met mezelf hoe ik nu ben. Maar dat heb ik niet per se nou bereikt omdat ik ben gaan kuren. Ik heb daar geluk mee gehad dat ik me daardoor wat zelfverzekerd voelde en daar bepaalde stappen durf te zetten. Naar hulp zoeken en naar een psychiater te gaan en psycholoog en zo. En dat ik gewoon geluk heb gehad met mensen om me heen die me hebben geholpen heel goed. Maar daar heb ik niet aan alle boden te danken, nee. Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Top man, thanks. Hey, barbecue jij liever of gourmet? Barbecue is meer vlees. Nou, je kan ook heel veel vlees op een gourmet gooien. Ja, ik moet hamburgers hebben, zoveel mogelijk. Oh. Die hele grote, juicy.